Op 30.000 voet hoogte zit ik in een vliegtuig met allemaal mensen die naar München gaan. Allemaal zonnepanelenboeren. En waarom zit je allemaal in het vliegtuig, Peter de Smet? We zijn allemaal onderweg naar de Intersolar in München. De grote jaarlijkse Europese beurs voor zonne-energie. Ja, iedereen die iets met zonne-energie doet, die zit gewoon in een vliegtuig, hè? Het lijkt wel een schoolreisje. Het is ons kent ons. Okay, we gaan even praten over de trends in de zonne-energiemarkt. Je hebt net een leuke brief gehad, geloof ik, hè, van Erik Wiebes. Ja, we hebben als sector inderdaad een brief gehad van Erik Wiebes over de toekomst van de salderingsregeling. Ja. En hoe dat zal worden omgevormd in een terugleververgoeding. Ja. Dat betekent nu dat 90% van de mensen dit filmpje niet meer snapt, wat überhaupt een salderingsregeling. Maar betekent eigenlijk als je zonnepanelen op je dak hebt, dan mag je ze gratis teruggeven aan het net. En dan mag je s'nachts mag je ze weer gratis weer terughalen en dat kost je helemaal niks. En daardoor bespaar je eigenlijk een hele hoop geld. En dat zou eigenlijk afgeschaft worden eerst door Henk Kamp in 2023. Maar nu wordt het in 2020 afgeschaft. Maar er komt een nieuwe regeling. En wat krijgen we dan? Een terugleversubsidie. Dus voor elke kilowattuur aan stroom die ik teruglever aan het net, krijg ik dan een vast bedrag. Ja. En dat is anders dan nu de salderingsregeling. Want nu is het in feite, je krijgt het bedrag wat je aan stroom hebt betaald. Dus ja. Voor koop, afname. Dat krijg je dan ook weer terug als je stroom terug op het net zet. Ja. Alleen, als de stroomprijs daalt, en dat gaat hij doen, want de energiebelasting daalt, krijg je dus steeds minder. Dus met een terugleververgoeding krijg je een vaststaand bedrag, dus heb je eigenlijk meer zekerheid. Ja. Dus je gelooft het niet, maar Erik had die brief naar de Tweede Kamer gestuurd en de vereniging Holland Solar was tevreden. Dus dat betekent eigenlijk dat hij gewoon te veel heeft toegegeven. Nou, zo zou ik het ook niet willen zeggen. Het alternatief, of een van de alternatieven had ook kunnen zijn dat de hele regeling überhaupt werd afgeschaft en je niks meer kreeg. Ja. Dus wij zeggen, zoals vaak, hè, in die zonne-energie is het Jantje huilt, Jantje lacht en dan krijg je subsidie. Dan gaan al die particulieren als een gek gewoon zonnepanelen op dak stoppen en dan wordt het weer afgeschaft en dan ligt de hele handel op zijn gat. Ja, en je moet je knopen tellen af en toe. Als je wat hebt, is beter dan dat je niks hebt. Okay. Wat is überhaupt de trend op het gebied van zonne-energie, Peter? Booming business, waarbij je eigenlijk ziet dat zonnepanelen gewoon een normaal beeld in straatbeeld worden. Ja. Nieuwbouw wordt eigenlijk standaard wordt het in geïntegreerd. Panelen zijn natuurlijk ieder jaar efficiënter, al vind ik wel dat je daar ook niet al te veel bij moet voorstellen. Mensen hebben altijd, zonnepanelen worden efficiënter, dat is ook zo. Maar de grote schokken komen eigenlijk voort uit het feit dat zonnepanelen eigenlijk gewoon een heel normaal ding zijn. Een idee, hoeveel daken zijn er nu met zonnepanelen? 500.000? Nou, dus dat was de schatting van vorig jaar. En inmiddels denk ik dat we met honderdduizenden stappen tegelijkertijd aan het maken zijn. 100.000 per jaar of meer dan dat? Meer. Ik ga er gewoon vanuit van 2020. Hè. Als die salderingsregeling dan moet omgevormd worden, dan schat ik zo in dat we op 1 miljoen zitten. Okay. 1 miljoen huizen. En er zijn 7 miljoen woningen in Nederland, dus we zijn waarschijnlijk wel 4 miljoen daken of zo, alles bij elkaar. Nou ja, niet iedere woning is ook geschikt, hè? Een flat onderin het gebouw is niet geschikt voor zonnepanelen. Ja. En dan heb je een vereniging van eigenaren, dat is ook altijd een enorm leuke uitdaging en zo. Oké, de trend zijn die dingen die worden goedkoper. En niet alleen de zonnepanelen, maar alle dingen die erbij horen. Want wat heb jij nog meer nodig om een compleet werkend systeem te hebben? Een omvormer en slimme systeem, bekameling en dat soort werk. Ja. En in de toekomst, maar nu nog niet, in de toekomst heb je daar waarschijnlijk ook een batterij bij nodig. Nu niet. Nu maak je gebruik van de salderingsregeling. Ja. Straks maak je gebruik van de terugleververgoeding. Maar het kan goed zijn dat er in het volgende decennium hele mooie businessmodellen ontstaan voor batterijtechnologie om je stroom. Ja, maar aangezien wij dus gewoon een gegarandeerde terugleververgoeding hebben. En dames en heren, dan krijgt u in 7 jaar, dat is het uitgangspunt, in 7 jaar krijgt u uw investering terug. Waar kun je dat nou bij een bank rekenen? Als je dus 1000 euro hebt, heb je 7 jaar later heb je gewoon je geld terugverdiend. Ja, en daarna gaat het gewoon doorgaan. Dat is de beste investering. Ik altijd tegen mensen die twijfelen over aankomsten. Van, bij de bank krijgt u 0,00000 en dan nog de hele tijd 0,1%. Ja. En bij zonnepanelen in dit geval al staatsgegarandeerde 14%, want dat komt overeen met 7. Ja. Dus ja, waar praat je over? Waar praat je over? En dan help je ook nog de wereld groener te maken. Kijk, daarom heb ik dit pak aan, want ik ben inderdaad, wij zijn aan verslag aan het doen op deze wereld. Dus het wordt veel goedkoper. De regelgeving. Wacht even, de hardware wordt steeds goedkoper. De panelen zelf, omvormers, et cetera, dat is helemaal waar. Ja. Alleen zien we natuurlijk in Nederland een enorme krapte op de arbeidsmarkt ontstaan in de bouw. Eén ding wordt duurder en dat is arbeid. In die bouw. En
Maar welk percentage van de totale van een zonnepanelensysteem is arbeid? Is dat 10, 20, 30, 40? Ja, dat is een steeds groter wordend deel, omdat het namelijk de hardware steeds goedkoper wordt. Geef eens een getal. Dus ik denk dat dat nu, dat zal zeker een 30% zijn, gemakkelijk. Okay. 30% van de kosten en dat gaat nou niet omlaag, dat gaat omhoog. En dat stijgt echt enorm hard. En dat is maar goed. Oké. Okay. Leuk voor de mensen die werken, heel mooi. Maar dat betekent eigenlijk dat jij ook in die beurs gaat kijken naar arbeidsbesparende maatregelen. Ja, maar dat is altijd zo. Hè? Als ik een ding efficiënt wil maken. Ik zeg dat die efficiëntiestijging van die zonnepanelen, daar moet je niet al te gek veel van voorstellen. Dat gebeurt wel. Maar de efficiëntieverbetering zit echt in de hoe snel en hoe efficiënt kunnen we dit op het dak. Kun je een dak in een dag doen nu? Ja hoor, twee daken in een dag. Twee particuliere daken per dag moet kunnen. In een dagdeel kun je gewoon een dak met zonnepanelen uitrusten. We hebben het over een standaard dak. Hè? Laten we niks, geen rare dingen doen. Niks moeilijks, maar... Ja, absoluut. Okay. Dus dat kan dat nog veel beter en efficiënter? Ja, want heb je twee mensen nodig voor mensen voor een dak? Ik heb wel twee mensen nodig. En ja, goed, dan ga je op een gegeven moment... Je komt aan de beperking. Hoe snel moet je een steiger bouwen en hoe snel moet je een valbeveiliging aanleggen? Dus twee is wel het max. Maar ja, goed... Dus wat dat betreft zit je wel een beetje aan je max. Het kan ook niet veel meer efficiënter. Dus de prijzen van die hardware die zijn al enorm gedaald. De prijzen van de slimme constructiesystemen zijn ook een beetje klaar. Je hebt een aantal elementen. Je panelen worden sterker. Je betaalt per watt piek. Dus je krijgt meer vermogen op je dak. Dat brengt het is nu 30 cent per watt piek. Hè? En dat, ik zat een CEO in China te bekijken op Bloomberg. Die zei het gaat naar 8 cent. Oh, dat zou kunnen, maar... Ja, het wordt nog vier keer zo goedkoop. Ja, maar je krijgt dus meer wat pieken op je dak, dus je betaalt dus ook meer van die 30 centjes. Arbeid wordt duurder, dus wat ik me over het algemeen zie is dat mensen een sterker systeem hebben. En dan uiteindelijk ongeveer in totale euro's niet zo heel veel minder betalen dan vorig jaar. Maar wel veel meer waarvoor hun geld hebben gekregen. Want je krijgt gewoon twee keer zoveel zonne-energie voor hetzelfde geld. Ja, twee keer vind ik overdreven, maar wel meer. Goed, Peter. Dus arbeid is een beetje een dingetje. Dat is wel een probleem. Voor de rest staan alle seinen op groen. Een ding. Wat zijn nog meer andere trends? Als je hebt over de industriële gebeuren. Want hoeveel procent van de zonne-energie is zeg maar bovenop het dak is residential en hoeveel procent is industrieel? Het is in Nederland is het jarenlang grotendeels residential geweest en het is nu heel snel aan het veranderen. Dus we praten aan het eind van dit jaar, denk ik, zal het zijn 60% industrieel en 40% residential. Het gaat naar 80-20? Verschuiven. Het gaat nog verder verschuiven, ja. Dus er komen nu heel veel investeringen in grote zonneparken? Ja. Zonnedaken, die het meest. Of bedrijven? Zonneparken vallen natuurlijk heel erg op, maar uiteindelijk zijn het de daken die het meest groeien. Hoeveel procent van de totale energie is nu solar? 1%? Niet heel veel. Inderdaad, 1, misschien 2, met heel veel pijn en moeite. Ja, dat is helemaal niks. Hè? Windenergie is nu aan het opkomen. Hè? Die windenergie op zee, dat is, zeg maar, dat is nu hetgene waar we de miljarden in stoppen. Ja, wind gaat nu nog snel in Nederland en dat zal ook zeker van snel blijven gaan. Maar wereldwijd is zonne-energie by far, en dan noem ik echt by far, de snelste groei. Ook zonne-energie is wereldwijd nog maar 1%. Ja, maar met absolute afstand de snelste groeier. Dus, het is heel klein en het groeit heel snel. Maar wanneer is het nou 10% van de totale hoeveelheid energie? Heb je enig idee? In Nederland? In Nederland? Durf ik je zo niet... Ja, ik ga er eens wat over zoeken. Ik zeg dat wij in 2030 een fundamenteel onderdeel van de energiehuishouding zijn waar je echt niet meer omheen kan. Dankjewel. Dit was Peter van Holland Solar. Wij moeten weg. Het toilet wordt overal gebruikt.